Pardon, mag ik even, heren? Kijk, je kunt natuurlijk eerst wat anders proberen. Of meteen Bosch, dan heb je het beste. Bosch doe-het-zelf machines zijn er nu trouwens voor zeer speciale prijzen. Dus het is het moment voor een echte Bosch. Wat zei u? Bij uw gereedschapshandelaar, ja. Zo, ik op vakantie. Alles geregeld met PostGiro. Kon vroeger niet, hè? Ja, we hadden onze Giro betaalkaart in het buitenland. Maar wilde ik via mijn PostGiro een reisverzekering afsluiten? Stoot ik mijn neus. Vreemd geld halen op het postkantoor? Stoot ik mijn neus. Reischecks voor een ver land? Stoot ik weer mijn neus. En tegenwoordig, reisverzekeringen, buitenlands geld, reischecks, PostGiro heeft het. Rustig op reis. Dankzij PostGiro. Zeg, weet jij wat mosselen is? Mosselsmul bij Noordzee. Oh, zo lekker met brood of friet, ze zijn erbij, een ander niet. Noordzee, de gezellige tekst van een lekker bek. En Noordzee bakt ze weer lekker bruin. Het is 2:30, een radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP. In Libanon wordt een stuk van de kustweg ten noorden van de hoofdstad Beirut geschikt gemaakt als start- en landingsbaan voor vliegtuigen die het Libanese leger moeten bevoorraden. Volgens ooggetuigen hebben genietroepen van het Libanese leger over een afstand van 5 kilometer een extra laag asfalt aangebracht en 3 bruggen op het betreffende stuk afgebroken. De Verenigde Staten hebben toegegeven dat ze het Libanese regeringsleger weer bevoorraden.